Goedemorgen, kijk naar de weerswrachting van weerplazen.nl. De rust is volledig teruggekeerd in de Nederlandse atmosfeer. We hebben vanochtend een flinke zonnige periode en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot westen. In de loop van de ochtend komen er wat meer stapelwolken, blijft nog wel op de meeste plaatsen droog, en de temperatuur loopt op naar 16 tot 18 graden. Vanmiddag kan er dan in het noordoosten een enkel buitje vallen, terwijl vanuit het zuiden geleidelijk de bewolking toeneemt, er nadert dan een regengebied en die regen bereikt Zeeland rond 4 uur. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond breidt de regen zich over het hele land uit. Rond 9 uur komt de eerste de neerslag ook in Groningen. In de nacht blijft het dan overal wisselvallig. En eigenlijk houden we nog een paar dagen dan met ronduit wisselvallig weer. Morgen vallen er buien. Af en toe schijnt ook de zon. En zoals u kunt zien, het kan ook af en toe onweren. Temperaturen 18 tot 20 graden. En aan zee neemt de wind weer toe naar windkracht 6. Dinsdag staat er ook windkracht 6 aan zee, af en toe windkracht 7 en ook dan is het ronduit wisselvallig. En ook woensdag verwachten we nog geregeld buien, maar dan breekt wel vaker de zon weer door. Maar eh, donderdag nog een allerlaatste buitje, dan gaat het kwik weer iets omhoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplazen.nl en ik wens u een heerlijke zondag toe.